Uh, ja, zodat we niet alles uh, tussendoor uh, uh, qua geluiden horen en iedereen uh, de presentatie dadelijk goed kan volgen. Uh, vanavond gaat uh, Bianca Boyan de presentatie houden over uh, ADHD-gedrag bij pubers. Nou, ik denk een onderwerp waar uh, nou ja, best heel veel vraag naar is: zo van, ja, hoe doe je dat, hoe pak je dat aan en waar ook heel veel ouders mee uh, worstelen, dus heel fijn uh, Bianca dat je dit uh, vanavond wil uh, doen en je verhaal hier wil houden. Uh, ik ben uh, van oude vereniging Balans. Uh, Balans organiseert uh, deze serie van uh, inmiddels, want we hebben er één toegevoegd, uh, negen webinars uh, over ADHD. Uh, er is er eentje toegevoegd en die gaat over uh, ODD, wow. dat is, uh, ja, ja. kinderen met uh, opstandig... Uh, uh, ja, echt gedragsproblemen. Dus als je daar nog interesse voor hebt... daar zijn nog uh, wat plaatsen. Dus daar kunnen mensen zich nog voor uh, inschrijven. Maar wij organiseren deze webinars... Uh, vanuit Balans... samen met uh, Pain Studies. En Pain Studies, dat is een groep van... Uh, ja, wetenschappers, onderzoekers... mensen die uh, ja, veel werken... in de praktijk. Met, uh, ook met uh, kinderen met uh, ADHD-gedrag... of uh, een klassificatie-ADHD... Uh, en uh, paint studies, uh, vanuit paint wordt er vooral gekeken uh, uh, wetenschappelijk onderzoek gedaan en gekeken van wat is nou uh, effectieve zorg. Dus wat helpt nou echt? Waar helpen we deze kinderen echt mee? En uh, nou ja, vanuit die uh, achtergrond worden dus ook deze webinars uh, gegeven. Dus uh, nou, daar zal uh, Bianca ook vast nog wel wat over gaan vertellen vanavond. En, uh, nou, dus we zijn heel blij uh, dat we dit vanavond zo uh, kunnen aanbieden. Het webinar wordt opgenomen, zoals jullie net uh, hebben gezien. We nemen alleen het webinargedeelte op, dus niet uh, het vragengedeelte in verband met de privacy. En het webinargedeelte zal uh, na afloop uh, na een aantal dagen te vinden zijn op de website beentstudies.nl van uh, uh, nou ja, van Paint, uh, dat, dat, die, die groep met wetenschappers die uh, dat onderzoek naar al die bewezen effectieve methodes doen. En op die website is ook nog veel meer informatie te vinden die uh, handig kan zijn. En dan kun je ook de webinars die al geweest zijn uh, nog terugluisteren als je dat wilt. Dus dat is uh, nou ja, misschien voor een hoop uh, van jullie nog uh, interessant. En uh, oh, nou, de website wordt nu uh, al gedeeld uh, door Suzanne. Dus dan kunnen jullie daar uh, kijken. En ik zal ook uh, na afloop vragen... of uh, jullie nog even de link uh, toegestuurd kunnen krijgen via de mail. Dus dat jullie dan, uh, die ook uh, daar nog even paraat uh, hebben. Uh, nou, dan ga ik verder niet uh, al te veel praten. Want volgens mij heb ik nu al een heleboel uh, verteld. En uh, dan is het verder duidelijk. En jullie komen ten slotte voor het webinar. Het enige is dat... Uh, het is de bedoeling dat uh, Bianca gaat eerst een presentatie houden. En uh, ondertussen kunnen jullie al vragen stellen. En dat kan via de chat die net al uh, geopend is. Waarin ook dat, net dat webadres uh, binnenkwam. En uh, dus als jullie daar dan uh, uh, jullie vragen stellen. Dan gaan we na afloop van de presentatie. Ga ik uh, gaan we de vragen in de chat bekijken. En uh, ga ik dan aan Bianca uh, stellen. Dus dat is de manier waarop we vanavond uh, daarna de vragen gaan stellen. Uh, Gaan, gaan, gaan behandelen. Maar komt er dus tussendoor al een vraag in je op... nou ja, schroom dan niet, zet hem vast... gewoon in de chat, dan staat hij er maar vast... en dan gaan we naar de afloop verder op in. En dan gaat Bianca... eerst haar hele verhaal uh, houden. Nou, ze heeft al uh, kort op het begin... die jaar uh, staan... Uh, nou, iets over zichzelf. Dat ze gz-psycholoog gz is. En uh, nou ja... bij een uh, psychologenpraktijk... Uh, uh, werkzaam uh, is. En uh, volgens mij ook... Uh, Mede-eigenaar is daar. En uh, ze werkt bij de Universiteit Leiden en Amsterdam en doet daar dus ook onderzoek. En daar gaat ze jullie vast ook veel meer over vertellen over dat onderzoek. Dus uh, ik ga mijn mond houden, Bianca, en ik wil jou het woord geven. Dankjewel. Uh, en welkom allemaal. Uh, wat ontzettend leuk dat jullie met zoveel zijn gekomen. Uh, dit is mijn uh, lievelingsonderwerp, zou je wel kunnen zeggen. Dus daarom zei ik al eerder, ik ga mijn best doen. Uh, om uh, me aan mijn tekst te houden en niet te veel uit te wijden... want het, ik, nou ja, ik vind dit het meest interessante wat er is. Uh, dat is ook waarom ik daar uh, onderzoek naar doe... en waarom ik in de praktijk ook overwegend jongeren met ADHD zie. Um, dus ik ga jullie proberen om zoveel mogelijk te vertellen van uh, nou, wat ik weet... en toch niet te veel te vertellen. Dus dat is helemaal geen makkelijke opdracht. Uh, even kijken hoe ik kan bliepen. Zo. Dus dit is mijn uh, plan. Ik begin even met hoe ziet... ADHD eruit bij jongeren en waarom moeten we het nou precies hebben over die jongeren en hoe is dat dan anders dan bij kinderen? Daar wil ik wat op ingaan. Um, en dan vervolgens uh, ga ik het hebben over, nou ja, wat weten we over wat we eraan kunnen doen. Dus hoe zit dat met behandelingen en dan met name uh, bewezen effectieve behandelingen? He, zoals uh, Jolie net al zei, van dat, uh, dat is waar we ons met paint op concentreren. En ik wil er ook nog heel even ingaan, maar dat nou ja, kan ik alleen maar een beetje aanstippen van wat kan je als ouder nou doen met deze kennis. Um, en dan kunnen jullie daarna natuurlijk altijd nog uh, vragen stellen. Oh, en ik ga ook heel even in op uh, nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Want we zijn natuurlijk ondertussen allemaal onderzoek aan het doen en dan weet je dat dat er ook allemaal is. Uh, dat, dat we, nou ja, ik verveel me niet, dus uh, er komt van alles aan. Um, Oké, okay. deze slide is eigenlijk alleen maar even zo van dat we op één lijn zitten. Eigenlijk merk ik dat iedere webinar hiermee begint, maar ik kan er ook niet zo goed omheen. Um, wanneer stellen we een diagnose ADHD? Ik ga toch maar eventjes doorlopen. Um, voor minimaal zes maanden moeten er zes of meer symptomen zijn van onoplettendheid, dus moeite met concentreren. Of zes of meer symptomen van hyperactiviteit, impulsiviteit. Of allebei. En dat worden dan drie verschillende presentaties. Dus dan heb je het inattentieve of onoplettende presentatie. Je hebt de hyperactief impulsieve presentatie en het gecombineerde. De gecombineerde presentatie, en die heeft dus allebei. En ik heb hier er al bij gezet, vanaf 17 jaar en de adolescentie. Ik volg even het WHO, de World Health Organization. En die zeggen adolescentie is ongeveer van 10 tot 20. Dus dat hou ik meestal ook aan. En dan valt 17 jaar daar ook. In. En vanaf dan uh, zegt de DSM, het grote boek met alle stoornissen erin, wat psychologen graag gebruiken, uh, de, in de DSM staat dan vanaf 17 jaar zijn er nog vijf symptomen nodig om aan de diagnose te voldoen. En dat, dat zegt al iets over wat er gebeurt met die symptomen, maar daar zul ik het uh, zo ook nog over hebben. Um, die symptomen moeten aanwezig zijn voor de leeftijd van 12 jaar. Dus het kan niet beginnen als je 15 bent, zegt de DSM. Um, en moeten op twee of meer gebieden aanwezig zijn. Dus niet alleen maar thuis en ook niet alleen maar op school. En het moet echt zorgen voor lijden. He, dus er moeten echt problemen uit voortkomen. Sociale problemen, schoolse problemen of later als kinderen gaan werken. Uh, problemen op het werk bijvoorbeeld. Um, en dan moet het ook nog niet door een andere stoornis beter kunnen worden verklaard. Nou ja, dus dit staat allemaal in de DSM. Dan weten jullie dat ook. En dan zitten we op één lijn. Uh, ik heb er ook even bij gezet hoe vaak het voorkomt. Uh, bij 5 tot 7 procent van de kinderen. Dus dat is echt wel veel, zeker vergeleken met andere stoornissen. Het een van de meest voorkomende stoornissen, zeker neurobiologische stoornissen bij kinderen. En dan zie je dat het bij volwassenen wat minder voorkomt. En dat heeft alles hiermee te maken. Ik heb twee figuren erin geplakt. Dat is minder chaotisch dan het lijkt. Um, dit bovenste figuur gaat over de aandachtsproblemen-symptomen. Uh, dus je ziet hier een heel rijtje in het Engels met symptomen van ADHD. Dit zijn ze, deze negen. En daar hebben ze in kaart gebracht over de tijd. Dat zie je hier op de x-as. Hier zie je het begin van de kindertijd. Uh, dit is ongeveer basisschoolleeftijd. De vroege adolescentie en de late adolescentie. En dan hebben ze gekeken wat gebeurt er met die symptomen? In hoeverre zijn die nog aanwezig? En hetzelfde hebben ze gedaan hier beneden voor de hyperactieve en impulsieve symptomen. En nou, wat ik denk dat je meteen opvalt, is dat die concentratieproblemen, dat die eigenlijk wel blijven over de tijd. Terwijl die hyperactief-impulsieve problemen afnemen over de tijd. En uh, dat is dus iets wat je in de adolescentie kan zien gebeuren: dat er minder symptomen zichtbaar zijn. Um, nou komt dat niet alleen maar, want er wordt wel eens gezegd, ja, ADHD, daar groei je uit. En ik merk dat ik daar een beetje geïrriteerd van begin te raken, want soms is het inderdaad zo dat er minder symptomen zichtbaar zijn, maar ADHD verdwijnt vaker niet dan wel. Dus vaker blijft het. En wat er gebeurt, is deze symptomen, kijk, als je die ziet, dit is uh, verlaat een stoel wanneer dat niet de bedoeling is, er rent rond of klimt op dingen terwijl dat niet de bedoeling is. He, dat zijn symptomen waarvan je kan verwachten dat die bij een volwassene bijvoorbeeld, of bij iemand die 18 is, niet meer voorkomen. Maar dat betekent niet dat iemand zich ook rustig voelt in zijn hoofd. Dus wat je hoort, is dat. De problemen of het lijden wat van ADHD komt, dat dat er wel degelijk nog is in de adolescentie. En soms vaak ook bij degenen die geen symptomen meer hebben. Of in ieder geval minder symptomen hebben en officieel niet meer aan de diagnose voldoen. Dus eigenlijk begin ik voorstander te worden, maar dat is bij mij ook een beetje nieuw. Van te stoppen met zeggen: mensen groeien daaruit. Want meestal, of bij de meeste mensen, blijven er last van houden, misschien niet de hele tijd. Nou, maar soms ook wel, of misschien wel zelfs vaak ook wel. Afhankelijk van hoe ze hun omgeving hebben ingericht. Als je een partner kiest die alles voor je kan plannen en organiseren in het leven, heb je waarschijnlijk minder last van je symptomen van ADHD. dan als je een partner hebt gekozen die toevallig ook een beetje chaotisch is. He, dus zo zijn er allerlei manieren waarop je omgeving van invloed is op de symptomen die je hebt. Maar goed, mijn punt is eigenlijk: die hyperactief impulsieve symptomen nemen wel degelijk af. Maar die ADHD verdwijnt vaker niet dan wel. Oké, okay, dus waarom heb ik het nou speciaal over deze groep kinderen? En waarom kunnen we niet zeggen: kinderen en adolescenten, dat is hetzelfde? En dat is omdat er in de adolescentie eigenlijk een hele hoop hele belangrijke veranderingen zijn, kinderen gaan naar de middelbare school als er twaalf zijn of rond de twaalf. En die middelbare school die brengt een hele hoop veranderingen met zich mee. Dus in plaats van dat je in één klas zit en één leerkracht hebt, moet je ineens wisselen tussen twaalf of dertien of veertien verschillende docenten. Je moet ieder uur naar een ander lokaal in een gebouw. Ieder uur moet je een ander vak doen. En ieder uur met een andere docent. En iedere docent heeft weer andere regels. Dus het ver, uh, je moet een hoop switchen ineens. Bovendien is ook de stof echt een heel stuk moeilijker dan op de basisschool. Dus er wordt een veel groter beroep op dat brein gedaan. Um, en in de adolescentie, en dat is heel gezond, maar ook soms een baggy. Een beetje jammer, is het ook heel gezond dat eh, jongeren heel graag meer dingen zelf willen doen. He, dus dat, dat willen we ook heel graag. Ze groeien op en ze worden zelfstandige volwassenen, hopen we natuurlijk. Eh, maar daarvoor hebben ze nodig dat ouders ze een beetje loslaten. En eh, om dat voor elkaar te krijgen, en dat doen echt alle pubers, hoop ik dat zou ik ook heel gezond zijn. Ga die lekker af en toe ruzie maken en onredelijk zijn, want dan maken ze zich een beetje zo los van hun ouders um, he, en dan krijgen ze dus meer onafhankelijkheid, maar ook minder toezicht van hun ouders. Dus als ouder weet je ineens veel slechter wat er eigenlijk gebeurt in het leven van jouw kind ten opzichte van de kindertijd. Um, en daarnaast, of tegelijkertijd, worden de leeftijdsgenoten een stuk belangrijker. Um, die gaan een belangrijkere rol uh, vervullen in meningen en ideeën. Maar je, ja, ze zien ook ineens hoe het bij andere mensen thuis gaat. En wat zij allemaal wel mogen. Terwijl jij dat misschien wel niet mag. Dus die leeftijdsgenoten die, um, nou, die gaan ook een steeds grotere rol spelen. En um, ik ga, maak nu even een uitstapje naar. Um, de onderliggende mechanismen van ADHD, die zijn al besproken in een ander webinar. Uh, maar ik dacht, ja, het is toch even belangrijk om even een uitstapje te maken naar waarom dit, dit wat de adolescentie van je vraagt, nou net wat moeilijker is als je ADHD hebt. Bovendien denk ik ook nog eens, het kan helemaal niet kwaad om dat af en toe nog eens te horen, want dit is eigenlijk volgens mij gewoon de essentie van ADHD. Um, Sebastian Dovis heeft in zijn webinar dit uitgebreider besproken. Dus ik ga het niet helemaal herhalen, maar ik ga het even kort samenvatten en bespreken hoe je dat in de adolescentie bijvoorbeeld kunt zien. Um, maar wil je het uitgebreider weten, ga dan. Kijk zijn webinar dan nog even terug, als je dat niet al hebt gedaan. Maar um, dit is het dual pathway model. Uh, inmiddels is er een derde pathway bijgekomen, maar ik beperk me heel even tot deze twee. Dat is voor het gemak, maar het is wel heel interessant. Um, en dat, dat model dat zegt eigenlijk er zijn twee verschillende paden die allebei los van elkaar of samen kunnen leiden tot ADHD-symptomen. En um, ik begin even met de executieve functies. Uh, dat is het ene pad. Uh, want er wordt gezegd, jongeren met ADHD of kinderen met ADHD hebben meer moeite met executieve functies dan kinderen die geen ADHD hebben of jongeren. En met executieve functies bedoelen we de processen die doelgericht gedrag mogelijk maken. Dus eigenlijk een soort van het manager van je brein. En dat zit zo voor in je brein. En dat heeft allerlei verschillende onderdelen. Van sommigen is het heel erg logisch dat je daar last van hebt als je ADHD hebt, namelijk aandachtsproblemen, dat is natuurlijk super logisch, want dat is eigenlijk waar de diagnose op gebaseerd is. Um, inhibitie betekent, ik wil iets doen, maar ik hou het in. Het is dus eigenlijk het omgekeerde, zou je kunnen zeggen, van impulsiviteit. Want de impulsiviteit is, ik doe iets zonder na te denken. En inhibitie is, ik wil iets doen, maar ik doe het niet. He? Dus als je goed inhibeert, ben je niet impulsief. Um, de derde is misschien iets minder logisch, maar legt Sebastian in de zijn webinar ook heel goed uit. Uh, is het werkgeheugen. We weten eigenlijk inmiddels dat mensen met ADHD vooral moeite hebben met dingen even onthouden. Even onthouden om daar nu iets mee te doen. Dat is het werkgeheugen. Dus bijvoorbeeld, ik ga naar de supermarkt, wat heb ik nodig? Ik onthoud het wel even: uh, melk, brood, eieren, melk, brood, eieren, melk, brood, eieren. En dan ga ik naar de supermarkt en als ik mijn brood heb gepakt, dan moet ik denken: oké, okay, nu is het alleen nog melk en eieren. En dat doet een beroep op mijn werkgeheugen. En dat is wat um, kinderen met ADHD ingewikkeld vinden. Misschien nog wel ingewikkelder op het moment dat het gaat om dingen die ze zien, of visueel ruimtelijk geheugen. Uh, maar goed, dat hoor je in zijn webinar beter. Wat ook moeilijk voor ze is, is flexibiliteit. Dat betekent ik doe één ding, maar ik kan het ook loslaten en switchen naar een ander ding. Um, dus flexibel uh, switchen tussen verschillende taken. En um, mensen met ADHD zijn hartstikke flexibel over het algemeen. Want ik, alles wat ik zeg genera over generaliseer ik natuurlijk. Maar ik praat even over de groep als geheel. Um, zijn eigenlijk juist heel flexibel. Alleen wat je ook merkt is dat als je van de ene taak moet loslaten en moet switchen naar de andere taak, dat dat het moment is waarop je er wel eens kwijt kan raken. Omdat er iets langskwam wat interessanter of leuker of uh, op dat moment uh, uh, interessanter was. Um, dus dat is waarom ik flexibiliteit erbij heb gezet. En de laatste is degene waar ik zelf het meeste van af weet. Uh, is dat mensen met ADHD heel veel moeite hebben met plannen. En dat is niet gek, want als je je niet kan concentreren, je hebt weinig inhibitie, je hebt moeite met werkgeheugen en met flexibiliteit, dan is het heel ingewikkeld om een doel te hebben en daar de stapjes naartoe te bedenken en die ook in de juiste volgorde helemaal precies netjes af te werken. Um, dus dit zijn de executieve functies. En ik heb een voorbeeld die uh, in de adolescentie vaak voorkomt, dat is namelijk huiswerk maken. En um, nou, als je moeite hebt met executieve functies, dan zijn er een hele hoop dingen die nog los van de inhoud van je huiswerk ingewikkeld zijn. Dus dit zijn bijvoorbeeld allerlei vragen die je je moet stellen als je, laat ik zeggen, wiskunde huiswerk moet maken. Wat is eigenlijk de opdracht? Waar kan ik die vinden? Welke materialen heb ik nodig? Heb ik die bij me? Moet ik die ook meenemen van school? He, allemaal vragen. Wanneer is de deadline? Hoe lang doe ik er eigenlijk ongeveer over? Wanneer heb ik eigenlijk tijd om het te doen? Heb ik iemand nodig om me te helpen? He, dus weet ik eigenlijk al, dit vind ik moeilijk. Of bijvoorbeeld bij een proefwerk. Als ik wil dat ik nog overhoord word, is het niet handig... als ik daar pas om half twaalf s avonds bij mijn ouders mee aankom. He, dat vergt allemaal planning. Waar moet ik eigenlijk beginnen? Wat is dan de volgende stap? Nou, dan zie je eigenlijk meteen hoe hard je die executieve functies nodig hebt. Gewoon puur om dat huiswerk om van start te kunnen gaan. Dus dat heeft nog niet eens te maken met hoe moeilijk dat die stof dan vervolgens is. Het is dus gewoon even een tussendoorvoorbeeld. Dan motivatie. Um, motivatieproblemen kunnen ook leiden tot ADHD-symptomen. En dan is het altijd even belangrijk om uit te leggen wat ik daar nou precies mee bedoel. Want ik bedoel niet dat het kind zelf, de jongere zelf, ongemotiveerd is. Maar ik bedoel dat het brein van de jongere ongemotiveerd is. Dus um, het klinkt een beetje als een smoesje, maar dat is het niet. Want wat we weten is dat mensen met ADHD, dat dat brein, dat er in het beloningssysteem, hè, wat voor motivatie zorgt, dat er afwijkingen in zitten. In... De dopami hoe die dopamine wordt verwerkt daarin. Dus wat er dan gebeurt, is dat dat brein eigenlijk heel veel moeite heeft om zichzelf te motiveren. Dus dat zorgt ervoor dat dat brein in de problemen komt of moeite heeft om een taak te doen als hij niet gemotiveerd is. Dus als je iets saais moet doen, en laten we wel wezen: huiswerk is heel vaak niet leuk om te doen. He, dat is niet een leuke taak. Dus heel vaak heeft dat brein dus moeite om zichzelf aan te krijgen, om iets saais te doen. Ook al willen die jongeren op de lange termijn heel graag dat goede cijfer hebben. He, dus ze willen echt, ik weet zeker dat er geen jongeren is die zegt, oh, doe mij maar een onvoldoende, dat vind ik leuk. He, maar als je je brein niet aankrijgt op het moment dat je de stof moet leren om dat cijfer te halen, dan heb je echt een probleem. Dat is de ene kant. De andere kant is dat dat brein tegelijkertijd altijd op zoek is naar hetgeen wat wel motiveert. Dus die is, die is eigenlijk ja, zoekende, zou je kunnen zeggen. Maar dat is vaak niet de belangrijkste taak van het moment. Hè? Maar dat is de taak die op de korte termijn motiveert. Dus stel je voor dat we hetzelfde huiswerk maken, een situatie nemen... Dan uh, nou heb ik wat witte hokjes erin gezet van waar een brein misschien wel gemotiveerder voor is dan het doen van de wiskundeoefening. Uh, bijvoorbeeld, en dat is misschien nog het meest gunstige geval, een andere, namelijk makkelijkere opdracht gaan doen. Wat je vaak ziet is dat jongeren met ADHD de neiging hebben om het makkelijke huiswerk, wat snel af is, eerst te doen. Want dat is soort van makkelijk scoren, dus dat motiveert. School, hè? Als je iets af hebt, dan heb je zo'n... In Jee, in je brein. Nou, daar, dat is het motiveren van dat brein. Dus ze, ze gaan ga voor die makkelijke scoren. Um, dus dat betekent dat heel vaak de makkelijke dingen eerst worden gedaan, maar dat dan vervolgens eigenlijk de moeilijkere, belangrijkere dingen blijven liggen. En dat daar dan op een gegeven moment of geen tijd meer voor is, of dat dat tot heel laat avonds duurt voordat dat afkomt. En dat is wat ik zei, nog het gunstigere geval. Want in het andere geval eh, belanden ze op TikTok, zitten ze alleen maar filmpjes te kijken. Andere social media eh, gaan ze de hond uitlaten, is misschien ook nog niet ongunstig in een gezin met een hond. Um, gaan ze gamen, is het moeilijk om daar weer mee te stoppen? Of uit het raam kijken? Hè? Alles wat daar buiten gebeurt kan interessanter zijn dan dat wiskundehuiswerk. Met vrienden appen, met vrienden afspreken. He, er zijn ontzettend veel dingen die motiverender kunnen zijn. dan school of huiswerk. Jammer genoeg. He, in de klas kan dat bijvoorbeeld ook zijn. Um, grapjes maken zodat mensen om je moeten lachen. Dat is ook een typische manier van hoe je brein beloond wordt. als mensen om je moeten lachen. Um, dus he, dat kennen misschien sommigen van jullie wel. Goed, nou, waarom vertel ik dat? Die dingen die dan nou precies bij de adolescentie horen, namelijk hè, de, de eisen van de middelbare school, dat er minder toezicht is van ouders, maar ook minder ondersteuning van ouders en dat leeftijdsgenoten belangrijker worden, dat doet allemaal een groter beroep op precies deze dingen. Um, en de gevolgen daarvan zijn dat je ziet dat jongeren met ADHD op school veel meer problemen krijgen dan jongeren zonder ADHD. En dan bedoel ik, hè, problemen klinkt altijd zwaar, maar ik bedoel uh, lagere cijfers halen dan ze eigenlijk zouden kunnen, lager schoolniveau dan ze eigenlijk zouden kunnen, uh, vaker absent, vaker de klas uitgestuurd worden. Um, vaker blijven zitten, heb ik dat al gezegd, vaker blijven zitten, vaker van school afgaan, dus dat zijn allerlei gevolgen die op school plaatsvinden. Huiswerk maken, nou wat ik net zei, veel vaker problemen om huiswerk te maken. Uh, met ouders zie je dat er vaker conflicten zijn dan bij jongeren zonder ADHD. Um, oh wacht, ik wil nog iets vertellen over school. Ja, want een van de dingen, hè, ik zei net van dat ze lagere cijfers halen dan ze eigenlijk zouden kunnen. Hè, of een lager schoolniveau dan ze eigenlijk zouden kunnen. Maar je zou toch kunnen zeggen dat dan heb je het dus over het verschil tussen een brein met en zonder motivatie. Dat is een typisch voorbeeld. Van met motivatie kan dat brein alles wat iemand zonder ADHD ook hè, zou kunnen. Maar op het moment dat die motivatie er niet is. Dan ineens lukt het niet. Dus dat betekent dat het voor ouders, maar ook voor scholen, soms heel frustrerend is. Dat je denkt, nou, ik heb het je zien doen, dus ik weet dat je het kan. En dan nu ineens lukt het niet. En dat is, dat zie ik als dat motivatieprobleem. En dan zou je dus kunnen zeggen, haal je dan lagere cijfers dan je eigenlijk zou kunnen. Nou ja, wel als je een brein had dat altijd gemotiveerd was, maar dat is dus niet zo. Dus dat is heel belangrijk. Nou, wat je ziet is dat jongeren met ADHD ook vaker problemen met vrienden krijgen. Een van de redenen daartoe is ook dat het een beroep doet op executieve functies en motivatie. Bijvoorbeeld, als een van je vrienden iets aan het vertellen is wat jij eigenlijk niet bijsterboeiend boeiend vindt, dan is het toch netjes om mee te blijven praten. Terwijl als je moeite hebt met concentreren of een motivatieprobleem hebt, dan is luisteren naar een saai verhaal ook moeilijk. Dus dat is heel ingewikkeld om dan interesse te blijven tonen. En eigenlijk, zoals wat veel mensen vinden, is het leuker om over jezelf te praten. Heel veel mensen vinden dat leuker dan luisteren naar iets wat je eigenlijk niet boeit. Maar dat is niet het handigste altijd, sociaal gezien, om alleen maar over jezelf te praten. Dus dit zijn bijvoorbeeld dingen die maken dat er met vrienden ook soms problemen ontstaan. En met comorbiditeit. Bedoel ik dat er naast de ADHD nog andere stoornissen kunnen ontstaan? En wat we zien is dat er eigenlijk een piek komt in de adolescentie. als het gaat om angststoornissen. En dan met name de faalangst. Dat herkennen mensen misschien wel, dat op het moment dat het steeds niet lukt op school. Dat kinderen ook niet meer goed durven. Of liever dan maar niet leren. En dan halen ze het niet. Maar dan komt het tenminste omdat ze niet hebben geleerd. In plaats van dat het komt omdat ze misschien wel dom zijn. En dan denken ze dan vaak hè, dat ze dom zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Um, maar ook depressie. Zeker aan het einde van de adolescentie is er echt een grotere kans op het ontwikkelen van een depressie. Um, en ODD is er eigenlijk al vanuit de kindertijd, vandaar dat ik dat niet zo uh, prominent noem. Oh, en verslavingen kunnen ook hier gemakkelijker ontstaan. Op het moment dat ze in aanraking komen met bijvoorbeeld wiet. Eh, dat ze kunnen gaan blazen om zichzelf, um, zichzelf, hun brein, wat tot rust te krijgen. Een soort zelfmedicatie. Dus dat zijn dingen die eigenlijk in de adolescentie meer gaan spelen dan dat ze dat in de kindertijd deden. Oké, okay, dan heb ik hier een heel vrolijk enorm uh, schema gezet. Dat hoef je helemaal niet helemaal te zien. Maar dit, dit is de GGZ-standaard, onze richtlijn. Om keuzes te maken over behandeling van ADHD. En ik ga je er doorheen praten hoor. Want we beginnen hier. Is er sprake van ADHD? Ongeacht welke ernst? Nou ja, dat is er. Dan is stap 1. Je krijgt psycho-educatie als ouder. Dus iemand gaat aan je uitleggen wat is ADHD. En het liefst, hoe ziet dat eruit bij? Precies jouw kind. Oeh, ik hoor iemands microfoon dat iemands microfoon is aangegaan. Misschien kan die nog even uit. Checken of je gemute bent. Um, en er kan advies worden gegeven aan de jongeren zelf, aan de ouders en aan school. Dan komt er een soort zijweggetje over ODD, dat sla ik even over. En dan spring ik hier naar beneden. Er is ADHD vastgesteld, maar psycho-educatie en de adviezen waren niet genoeg om voor verbetering te zorgen. Dus dan gaan we kijken naar de ernst van de ADHD. En als er een lichte mate van ernst is, kan je CGT doen, cognitieve gedragstherapie. En die is echt gericht op de jongeren. Dus bij kinderen werk je vooral met ouders of met de leerkracht. Bij de CGT met de jongeren werk je echt met de jongeren en zijn er soms één of twee bijeenkomsten met ouders of met een leerkracht, maar voor de rest is het echt gericht op de jongeren. En dan op het moment dat de ADHD matig of ernstig is, ga je bespreken of er interesse is in medicatie en of of er een um, CGT- of vaardigheidstraining met de jongeren wordt gedaan. Als dat niet genoeg is, allebei samen. Dus medicatie en uh, uh, CGT. Dus dit is de richtlijn. Ik ga niet vertellen over medicatie. O, dat moet ik nog even hier zeggen. Ik ga niet vertellen over medicatie. Dat is niet mijn expertise en ik ben ook geen arts. Maar er is een hele goede webinar over, die ik echt ongelooflijk informatief vond. Dus mocht je daarin geïnteresseerd zijn, zou ik zeggen... Ik ga die nog even terugkijken over de medicatie. Ik ga het vooral hebben over de CGT en de vaardigheidstraining voor jongeren. Wat daarbij belangrijk is om te weten, is dat dat motivatieprobleem ook bij behandelingen vaak te zien is. Dus wat je ziet, is dat als je kijkt naar adolescenten in het algemeen, dus de gehele groep. Niet alleen met ADHD, dan zie je dat 45 tot 60 procent van de adolescenten eerder stopt met behandeling dan eigenlijk de bedoeling was, of voordat ze klaar zijn eigenlijk. Um, en wat we weten is dat ADHD een van de belangrijkste voorspellers daarvan is. Dus op het moment dat je ADHD hebt, is de kans groter dat je eerder stopt met behandeling dan dat eigenlijk de bedoeling was. En mijn idee daarover zie je in dit figuur. Namelijk, nou, jongeren worden vaak gestuurd door hun ouders voor behandeling. Je, zal, je wil zeggen jammer genoeg, maar het is ook wel goed. Ik bedoel, ouders signaleren soms dat er hulp nodig is. En die zeggen dan joh, probeer dit nou eens. En dan komen ze bijvoorbeeld bij mij. Um, maar ja, gestuurd worden is toch anders dan zelf graag hulp willen. Um, hoeft niet erg te zijn hoor, maar het is toch een verschil. En dan weten we dat dat brein van deze jongeren. Een hele grote voorkeur heeft voor onmiddellijke beloning. Dus op dit moment iets doen wat motiverend is. En therapie, of zo'n CGT is heel vaak op het moment zelf niet bijster leuk. Dus je moet het de hele tijd hebben over de dingen die moeilijk zijn. En dus, nou, dit brein kan best wel wat leukers verzinnen dan dat. Uh, op de langere termijn heb je daar natuurlijk wat aan. Hè? Ik bedoel, uh, behandeling zorgt vaak voor verbetering. Um, alleen dat is vaak niet meteen als je bezig bent met het praten over de dingen die moeilijk zijn. Dus ik denk dat de combinatie van die twee ervoor zorgt dat er lage motivatie is voor behandeling. Dat is wel goed om even in je achterhoofd te houden bij wat ik straks vertel. Dus als ik dit stukje even samenvat. Dan zeg ik: de adolescentie is een nieuwe levensfase en het doet een groter beroep op executieve functies en motivatie dan de kindertijd. Hierdoor nemen de problemen van jongeren toe. Dat is niet bij iedereen, maar als we de groep als geheel nemen, wel. De motivatie voor behandeling is over het algemeen laag. En afhankelijk van de ernst van de ADHD adviseren de richtlijnen in ieder geval psycho-educatie. Uh, CGT of vaardigheidstraining gericht op de adolescent, ondersteuning van ouders of leerkracht. Um, en medicatie. Dan um, ga ik het hierover hebben: de CGT en de vaardigheidstraining. Um, op dit moment zijn dit de twee behandelingen. Uh, voor jongeren met ADHD, die in Nederland goed zijn onderzocht. Um, zelf plannen, daar ga ik zo verder op in. En zelf oplossingen bedenken ga ik ook zo verder op in. En ik zal ook iets vertellen dus over nieuwe ontwikkelingen waar we mee bezig zijn voor jongeren met ADHD. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar deze twee, dus ik ga daar ook wat meer over vertellen. Um, en um, Ik begin even met zelf plannen. Ja. Zelfplannen is um, helemaal gebaseerd op motiverende gespreksvoering. En dat is een gesprekstijl die ervoor zorgt dat iemand datgene gaat doen waar hij voor gemotiveerd is. Het is dus niet een gesprekstijl die ervoor kan zorgen dat iemand gemotiveerd is voor alles wat wij willen. Jammer genoeg. He, dat zou toveren zijn. Maar um, het is bedoeld om erachter te komen waar de motivatie ligt van iemand. Zodat we in ieder geval weten waarmee we kunnen werken. Um, het zijn negen bijeenkomsten voor de adolescent zelf, drie voor ouders. Uh, en iedere bijeenkomst is ongeveer drie kwartier tot een uur. We werken met een werkboek, dat zag je net. En het is individueel. Um, en de jongere gaat verschillende strategieën leren. Uh, het gaat over plannen in het algemeen. Hoe gebruik je je agenda? Magister is tegenwoordig natuurlijk ook een uh, groot onderdeel ervan. Uh, hoe gebruik je een to-do-list? Hoe kan je prioriteiten stellen op die to-do-list? Hoe kan je dat gebruiken voor school en voor huiswerk? Uh, maar ook, hoe krijg ik mezelf gemotiveerd als ik iets saais moet doen, wat ik wel echt graag gedaan wil hebben, omdat ik bijvoorbeeld een goed cijfer wil hebben? Hoe kan ik hulp vragen van familie en van vrienden? Er is hier ook één bijeenkomst waarbij iemand een, uh, een vriend of vriendin mee kan nemen. Die kan meedenken over wat zou kunnen helpen. Uh, en er is één optionele bijeenkomst gekomen over sociaal gedrag. Hoe zou ik willen dat ik me gedroeg, maar hoe gedraag ik me vaak en hoe kom ik van de een naar de ander? En wat heel erg hoort bij de motiverende gespreksvoering, is dat de strategieën die ze leren als experiment worden gebracht. Dus laten we het gewoon eens proberen en kijken hoe het uitpakt. En dat helpt vaak heel erg. Um, dus ik heb even een voorbeeld, bijvoorbeeld deze. Um, mogelijke huiswerkmoeilijkheden. Nou, dan heb je een hele lange lijst met dit soort huiswerkmoeilijkheden. Dit is een stukje van de lijst. Bijvoorbeeld, let je niet op als het huiswerk gegeven wordt. Vergeet je het huiswerk meteen in je agenda te schrijven? Moet je het ergens opzoeken, op magister bijvoorbeeld, en gaat dat mis? Heb je te weinig tijd om je huiswerk te maken? En wat je merkt, is dat als je met jongeren, als je gewoon zegt: hè, Is er iets wat jij moeilijk vindt aan huiswerk maken?, dat ze heel vaak zeggen: Nee. Maar op het moment dat je zo'n hele lijst geeft, die natuurlijk een stuk concreter is, en ik heb dus expres, hebben we deze kolommen, dat heb ik wel eens, en dat gebeurt mij niet. En dat heb ik wel eens, nou ja, dat klinkt zo van, ah joh, daar heeft iedereen wel eens, daar heb ik ook wel eens. Dus er staat niet, ik heb een probleem. Daar houden jongeren niet zo van, als we doen zo van, je hebt een probleem. En de andere kolom staat, dat gebeurt mij niet. Dus dat is echt heel stellig. En dit is expres zo geformuleerd, zodat we toch iets gemakkelijker een opening krijgen om te kijken wat er dingen zijn waar ze eigenlijk wel tegenaan lopen. Want vaak zijn er best dingen. Alleen op het moment dat wij zeggen: jij hebt een probleem, vertel eens. Dan krijg je toch heel vaak dat jongeren daar niet zo'n trek in hebben. En dat begrijp ik ook wel. Want dat is toch niet zo leuk als iemand je problemen loopt aan te smeren. Dus het hele protocol is zo opgezet dat we proberen om dingen bespreekbaar te maken. En er zit dus heel veel autonomie bij hen zelf. Nee, ook niet zo gek om te vertellen. Dus er wordt van tevoren met ouders afgesproken dat zij zich gedurende zelfplannen niet met huiswerk mogen bemoeien. Of alleen maar op bepaalde vlakken. Dus er worden hele concrete afspraken gemaakt. Want soms zeggen jongeren van: oh, maar ik wil niet dat mijn ouders zich helemaal niet meer bemoeien. He, dan vergeet ik het gewoon te maken. Ik heb wel hulp, dus ze moeten me wel herinneren. En dan maken we bijvoorbeeld afspraken van hoe vaak ze mogen herinneren. Is dat één keer of twee keer? En hoe? He, soms dan is het ook de toon waarop je zegt: van, hey, had je geen huiswerk? Dat is dan al zo irritant. Uh, dat ze geen zin meer hebben. Maar soms spreken we wel eens af dat je een appje mag sturen. Hey, uh, heb je, ben je al klaar met je huiswerk? Of een vaste tekst? Dan is het helemaal dichtgetimmerd. En dan mag je als ouder best nog iets doen. Maar over het algemeen maken we daar dus hele duidelijke afspraken over. Waarmee de jongeren zich ook verantwoordelijk voelt voor hoe het gaat met het huiswerk. Dat is echt heel leuk om te zien. Nou, dan uh, is, gaat het hier nog over afleiding tegengaan. Is gewoon een voorbeeld, hoor. De bovenste gaat over um, afleiding tijdens het huiswerk maken. We hebben een hele lijst met afleiders en dan mogen ze kiezen welke zij hebben en dan een oplossing daarvoor bedenken. En dan ga je bespreken hoe haalbaar die eigenlijk is die oplossing en of ze die willen proberen de komende week. En deze onderste gaat over lessen. Van een, vaak zijn sommige lessen moeilijker om mee te doen dan anderen of om te concentreren. En dan ga je bespreken welke lessen zijn het, waarom is het moeilijk... Uh, bij precies deze les en wat zou een oplossing kunnen zijn... en kan je die eens uitproberen deze week. Dus het, nou ja, het is heel concreet, zou je kunnen zeggen. Zelf oplossingen bedenken lijkt erg op zelf plannen... want het maakt ook helemaal gebruik van motiverende gespreksvoering. Het heeft iets minder sessies voor de adolescent... 8 uh, en 2 voor de ouders, maar verder is het eigenlijk het werkboek. Het is individueel, het duurt even lang, um, maar dit, deze heeft een andere insteek. Hier gaat het er namelijk om dat de jongere zelf leert hoe je problemen kunt oplossen. Dus het is een oplossingsgericht protocol. En het idee is dat eigenlijk iedere bijeenkomst hetzelfde verloopt, zodat de jongere een strategie aangeleerd krijgt om zelf in de toekomst oplossingen te te kunnen vinden voor waar ze ook tegenaan lopen. Dus dat kan zijn, ik krijg mijn huiswerk niet af. In mijn onderzoek was 60% van de onderwerpen in zelfoplossingen bedenken... ging ook over huiswerk, net als bij zelfplannen. Maar het kan ook over heel andere dingen gaan. Namelijk, ik ben niet uitgenodigd voor een feestje. Hoe moet ik daarop reageren? Het kan echt alles, alles zijn. En de manier waarop ze problemen leren oplossen... zijn eigenlijk altijd dezelfde stappen namelijk eerst kiezen een onderwerp, vervolgens wat is daar nou eigenlijk het probleem aan? He, dus niet uitgenodigd worden voor een feestje kan een op een heleboel verschillende manieren een probleem zijn. Het kan zijn dat je eigenlijk wel zin had om wat te doen die avond. Uh, het kan zijn dat je eigenlijk je afgewezen voelt of uh, he, dat je graag vrienden met diegene zou willen worden. Dat al je vrienden daar wel heen gaan, dus dat je nu niemand mee hebt om mee af te spreken. He, dus het is heel belangrijk om te weten waar zit het hem nou eigenlijk in? Vervolgens ga je bespreken, hoe zou je nou eigenlijk willen dat het is? Dus wat is de ideale uitkomst? En dan komt er een brainstorm waarbij je zoveel mogelijk oplossingen gaat bedenken. Dus goede en slechte, gewoon zoveel mogelijk. Want je wil je brein eigenlijk trainen in, nou, out of the box denken. Verzin maar zoveel mogelijk. En dat is nou net iets wat mensen met ADHD heel goed kunnen, out of the box. Dus dat is mooi. Um, Daarbij kun je ook eerdere oplossingen bedenken. Dus hoe heb je dit eerder opgelost? Maar ook oplossingen die misschien wel je ouders zouden adviseren, die vind je misschien wel heel erg stom, maar soms zijn dat wel de beste. Um, vervolgens bespreek je, heeft de situatie zoals die nu is eigenlijk ook voordelen? Zoals het niet huiswerk maken omdat je wil gamen is eigenlijk natuurlijk best voordelig. He, dus dat, dat, want dan kan je gamen en hoef je geen huiswerk te maken. Dus dat wordt ook besproken, want dat, die motivatie speelt ook mee. En vervolgens gaan ze steeds kiezen wat ze willen doen. Willen ze veranderen, dus willen ze een van de oplossingen gaan doen, dan ga je een plan met ze maken als behandelaar. Willen ze nog even wachten totdat ze veranderen, dan worden de overwegingen besproken. En misschien maken ze wel de keuze om te blijven doen wat ze al deden. En dan wordt besproken wat, wat dan je overwegingen zijn om toch zo door te gaan als je nu doet. Daar is ook niks mis mee. Oh, ik zie dat ik best wel uitloop. Ik zal een beetje opschieten. Ik heb een onderzoek gedaan. Ik heb die twee behandelingen met elkaar vergeleken. En de stippeltjeslijn is zelf oplossingen bedenken. De doorgetrokken lijn is zelf plannen. En um, hier zie je ADHD-symptomen volgens ouders, dus op de verticale as. En hieronder zie je de tijd. Dit is voor de behandeling, daarna. Na drie maanden en na een half jaar. En dan zie je dat de symptomen volgens ouders uh, significant zeg maar dan, afnemen. Uh, in ieder geval tijdens de behandeling en daarna blijven ze gelijk. Maar dat geldt voor beide behandelingen. Uh, bij een hele grote groep uh, jongeren hebben we dit onderzocht. 100, 159 geloof ik hebben we meegenomen. En, uh, maar 5% stopte voortijdig. Dus dat gaf het idee dat motiverende gespreksvoering goed hielp. Om het vol te houden. Nou, hier zie je hoe tevreden mensen waren. Hieronder zie je de scores. Hoe hoger, hoe beter. Uh, was het werkboek nuttig? Hoe leuk was het? Hoe vond je de training, de benadering? Zou je hem aan een ander adviseren? En dan zie je ook dat de scores heel hoog waren. Vanuit ouders, maar ook vanuit jongeren. Voor allebei de behandelingen. Ouders zeiden: Ik vond de bewustwording heel fijn bij mijn kind. En het inzicht in de eigen problemen. En de jongeren waren iets concreter. Die zeiden, ik vond het fijn om uh, te leren hoe ik een to-do-list maak of een rooster voor mijn huiswerk. Of uh, mijn agenda kon gebruiken. Wat concreet. Oké, okay. en dan nog even, dit is het laatste stukje. Um, want ik dacht, misschien is het ook wel goed om gewoon even een aantal concrete tips uh, voor jullie te geven. Want het hebben van een jongere met ADHD geeft echt extra druk op ouders. Je bent de hele tijd een balans aan het zoeken. In hoeverre kan ik loslaten? He, want dat wil je natuurlijk ook. Je wil dat je kind zelfstandig wordt. Tegelijkertijd zie je ook dat er een heleboel dingen moeilijk zijn voor deze, precies deze groep, he, voor deze jongeren. Um, dus in hoeverre houd je controle en in hoeverre laat je los? Dat is echt ontzettend ingewikkeld. Dus je moet eigenlijk een soort superouder zijn. Daar komt het op neer. Een soort ouderschap in het kwadraat is het. En um, ik heb hier een aantal dingen. Neergezet. Ik denk dat het heel belangrijk is om een positieve basis te houden. Dat klinkt een beetje zweverig, maar het is gewoon heel erg belangrijk dat de jongere je vertrouwt graag bij je is en uit zichzelf dingen aan je durft te vertellen, zodat je steun kan geven, een ondersteuning kan geven. Uh, dat kan door tijd samen door te brengen. Uh, interesse te tonen in dan maar de, de games, ook al zie je dat, vind je dat zelf misschien wel helemaal niet interessant, maar misschien ook wel. Um, probeer je te concentreren op wat er wel goed gaat. Er gaan vaak ook dingen wel goed. Jongeren met ADHD hebben gelukkig ook een hele hoop uh, talenten. Het is jammer dat die op school soms wat minder getoetst worden dan andere dingen. Blijf complimenten geven voor de dingen die wel goed gaan, ook al zijn die vanuit jouw perspectief misschien wel vanzelfsprekend, blijf het toch doen. Zorg voor een samenwerking, vooral in de dingen die moeilijk zijn. Um, binnen de grenzen van je opvoeding natuurlijk, want niet alles kan altijd. Nou, als het gaat over grenzen is er geen gouden standaard. Jij kent je kind het best. Maar choose your battles. Hè? Dus probeer niet overal conflicten over te maken. Maar kies steeds één ding wat je graag aan je kind wil leren. En probeer dat zoveel mogelijk samen te doen. Um, dan kom je het verst. Nieuwe ontwikkelingen, heel kort. In Leuven zijn we bezig met de behandeling van slaap bij ADHD. Dus we weten dat ongeveer 70% van de jongeren met ADHD ook slaapproblemen heeft. Slaapproblemen maken de symptomen dan weer erger. Um, dus we zijn aan het kijken: als je die slaap behandelt, hoe gaat dat dan vervolgens met die ADHD? Um, dat loopt nu. Vinja um, en Lena zijn daarmee bezig. Kim is plus aan het onderzoeken, plannen op school. Um, en plannen op school gaat over: is eigenlijk zelf plannen, wat ik net vertel, maar dan binnen de school. Om te kijken of het niet makkelijker is om jongeren met ADHD binnen hun middelbare school te behandelen. Kijken of dat net zo effectief is als zelf plannen in de jeugdzorg is. En Luca is bezig met onderzoek naar ADHD en digitale media, gamen, series, telefoons. En te kijken, is dat een probleem bij ADHD? En zo ja, moeten we daar dan ook iets aan doen en wat dan? Um, dus dit loopt nu allemaal. Meer informatie kan je mij mailen op mijn praktijkmail. Wil je een van deze behandelingen graag doen? Bij de meeste instellingen en praktijken zullen ze het wel kennen. en anders kunnen ze het echt leren, want het is niet moeilijk. Er zit een handleiding bij. Um, je kan er gericht naar vragen. Dus je kan naar een praktijk bellen en zeggen, ik heb gehoord hè, dat dit volgens de richtlijn de behandeling is voor ADHD. Bieden jullie dat ook aan? Daarnaast heeft mijn collega Marije Kuin samen met Anneke Eenhoorn en Arga Paternotte um, een boek geschreven voor ouders van jongeren met ADHD of autisme. Dat heet Pittige Pubers. En dat is ook een heel goed boek, wil je meer informatie? Oké, okay, dat was mijn verhaal. Um, dus ik heb uh, tijd voor vragen. Ja, nou hartstikke mooi. En volgens mij ook een heel helder verhaal. En uh, er zijn ondertussen ook al een aantal vragen gesteld. Dus ik ga gewoon gelijk uh, maar door uh, met de overval.